Het is een prachtig stukje Brabantse natuur. Maar nu gaat het vooral over de onverwachte ontmoetingen. Ze lacht haar uit als ze in het dorp komt. Ga met een boog om haar heen. Ze stinkt, zeggen ze. Ze is een hoer. Hier in het theehuis bijvoorbeeld kan je dus luisteren naar spannende verhalen. Ja, rust, vanzelfsprekendheid en een echt thuisgevoel. Alles, hier ken ik, de mensen ken ik, de paden ken ik en de paden die zijn dichtgegroeid, die kende ik ook. Dat is een van de kunstenaars. Als kind woonde ze hier en nu maakt ze van een van deze bomen metalen klimopranken. Het kronkelt heel mooi om de stam heen, waardoor het een soort omhelzing wordt. En juist in de winter is dat heel erg mooi omdat klimop groen blijft. Dus winterhard, dus dat is ook de naam van mijn werk. Zodat het als het straks winter wordt en herfst, dat al het blad verwijderd is en de bomen eigenlijk heel kaal zijn, houdt klimop de boel groen. En dit is eigenlijk een geluidskunstwerk. Als het waait, maken de bussen een rammelend geluid. Ook zonder is het trouwens al een bijzonder gezicht. Hij is nog druk aan het bouwen. Dit wordt een eiland. Ik wil midden in het Ven een eilandje laten verrijzen. Eigenlijk een plek waarop je graag zou willen zijn. Er moet iemand zijn geweest, want er is een bootje aangemeerd. En er staat een tafeltje en een picknickmand. Het is een knipoog naar dichter Henriette Roland Holst, die hier ooit woonde. En die bevriend was met dichter Herman Gorter. Maar dat was niet haar man. Ze maakte wel eens boottochtjes volgens haar, hè? Dat kon ik allemaal teruglezen. En ze houdt altijd op wanneer je denkt van nou, maar wat gebeurde er dan? De kijker kan eigenlijk fantaseren wat ze daar op dat eiland dan samen doen.